Het is vandaag de internationale dag voor de rechten van het kind. In dit kader hebben scholieren van het voortgezet onderwijs op junioren- en seniorenniveau gisteren een jongerendebat over kinderrechten gehouden in het Lalaroek-gebouw. Het debat is georganiseerd door de Technische Commissie van het Integraal Kinderrechtenbeschermingsnetwerk. Ik ben van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de UNICEF. SOSAVO-minister Christine Polak hield een inleiding over de onderwerpen waarover er is gediscussieerd. Namelijk jongeren en geweld, sociale media, alcohol en drugs en empowerment en motivation. De scholieren hebben enthousiast deelgenomen aan de discussies en willen graag dat er meer discussies over kinderrechtenvraagstukken worden gehouden.